Nu. Je weet het meteen. Nou, ik sta hier uh, voor het huis, hier achter mij, uh, van het tweevoudig Nederland en uh, wereldkampioen Stratego. Nou, we gaan eens even kijken wat hij uh, vanavond uh, te vertellen heeft over het spelletje en hoe hij zich gaat uh, voorbereiden voor het uh, NK wat op uh, 5 november ga, gaat plaatsvinden in houten. Nou, we zijn hier, uh, we zijn, hoi, we zijn hier uh, voor het huis en uh, wie ben je? Tim Slagboom. Nou, Tim Slagboom, tweevoudig uh, Nederland- een uh, wereldkampioen en uh, nou, jij gaat ons zo meteen uh, vertellen uh, hoe jij uh, je gaat voorbereiden op het NK. Jazeker, kom verder. Er staat hier eigenlijk een, een heel indrukwekkend uh, bord voor ons. Uh, wat is Stratego precies? Uh, Stratego uh, kent iedereen eigenlijk bijna wel van, uh, van vroeger. Oud familiespel, Dat is Monopoly, ganzenborden, Risk, noem maar op. Uh, maar uh, wordt ook gespeeld uh, in toernooivorm. En dan uh, benadert het iets meer als een denksport. Dus vergelijk met schaken en, en dammen. En uh, ja, er zit van alles in, dit, uh, dit spelletje. Allerlei verschillende aspecten. Hoe ben jij in aanraking gekomen uh, uh, ja, met het bordspel? Uh, in eerste instantie op, uh, op verjaardagen eigenlijk. Bij, uh, met mijn neef samen heel veel gespeeld, die, uh, die was een paar jaar ouder. En uh, die won meestal ook, uh, ook wel voor mij op dat moment nog. En uh, op een gegeven moment heeft hij me meegenomen naar een toernooi. Want in die tijd waren we ook al toernooien in de jaren negentig. En uh, ja, eigenlijk uh, steeds meer gaan spelen, steeds fanatieker. En uh, uit de hand gelopen hobby is het eigenlijk geworden. Inmiddels, uh, ja, ik denk wel uh, honderden toernooien gespeeld. En uh, tienduizend uh, wedstrijden. En uh, ik vind het nog steeds een geweldig spel. Als je gaat uh, kijken, je hebt uh, al wat uh, prijzen in, in je kast uh, zitten. Uh, um, of uh, prijzen in je kast staan. Wat, um, ja, wat is je droom? Uh, tot, uh, ja, wat is, wat, uh, waar sta je over vijf uh, of tien jaar? En op schattingengebied neem ik aan. Ja. Uh, nou kijk, mijn doel was altijd om wereldkampioen te worden. Want ik ben in 2004 dus Nederlands kampioen geworden voor het eerst. En uh, in 2013 pas wereldkampioen. Dus er negen jaar tussen. Ik ben in die uh, negen jaar ook vier keer tweede geworden achter elkaar. Dus 2008, 9, 10 en 11 ben ik allemaal tweede geworden. Toen een keer vijfde en toen twee keer eerste. Dus uh, in 2013 had ik eigenlijk mijn doel, mijn droom, mijn stratego-doel wel bereikt. En uh, nu is het meer uh, proberen nog zoveel mogelijk Nederlands kampioenschappen en wereldkampioenschappen te winnen. Maar er ligt geen druk meer op voor mijn gevoel. Het, uh, ik heb mijn doel behaald en dat was een keer wereldkampioen worden. Dat ben je voor altijd. Ja, Wereldkampioen-stratego, is gewoon mooi. En uh, ja, voor de rest uh, zit ik ook in het bestuur van de Stratego Bond Nederland. Want die heb je ook nog. En uh, wij proberen Stratego een beetje te promoten in, uh, in Nederland. Door, door de toernooien te organiseren, door uh, beurzen te bezoeken, door online op Facebook promotie te maken. En hopen dat meer mensen het spelletje gaan spelen. Uh, heb je een uh, vast uh, ritueel, want uh, je hoort wel eens dat voetballers uh, een uh, ritueel hebben of een geluksonderbroek aantrekken of iets dergelijks. Heb jij ook nog iets, uh, iets uh, specifieks hoe jij je voorbereidt op een ritueel voordat je het uh, NK ingaat of een uh, wedstrijd ingaat? Um, misschien niet een specifiek ritueel. Uh, wat ik wel altijd bij heb is, uh, want zo'n toernooi, je, je zou het je eigenlijk niet kunnen voorstellen, het is eigenlijk maar een spelletje, maar zo'n toernooi is best uitputtend. Als je zeven potjes op één dag moet spelen, van een uur per stuk, na zeven uur je kopje erbij al ben je best wel gesloopt. Dus wat ik altijd bij heb is een aantal blikjes Red Bull en een uh, pak repen. En die gaan ook wel op uh, gedurende de dag. En uh, dat geeft wel een stukje extra uh, ja, mentale boost. Een beetje placebo effect misschien. Ja. Uh, yeah. Ik hoop gewoon dat de mensen die dit, die dit zien getriggerd worden... om ook weer eens een keertje dat spel af te stoffen, uit de kast te pakken... en misschien online een potje te spelen. En uh, ja, met name iedereen die uit Breda komt. Uh, 21 januari uh, is die Team Cup uh, bij Oranje Stad. kan je met, uh, met je vrienden ook deelnemen, met z'n vieren. En dat uh, ja, wordt gewoon supergezellig voor Dus uh, Strategobond heeft ook een, uh, een Facebookpagina. En daar staan ook al die events op en zo. Dus, uh, en we hebben ook een website, strategobond.nl. Dus daar uh, kan je ook nog uh, ja, meer informatie over Stratego uh, vinden. Breda nu. Je weet het meteen.